Hallo, hier zijn we weer met een nieuw magisch pakketje. Normaal gezien is Kimberly die de Tokyo Kwai Club bestelt. Maar aangezien dat zij er zo positief over was, heb ik gedacht, laat mij ook eens proberen. Nu, ik ben natuurlijk veel selectiever, veel moeilijker in sommige dingen. Dat heb ik dan ook doorgestuurd. Ik heb gezegd welke film dat ik leuk vond. Coco, Inside Out, The Lion King, Princess and the Frog, Cars. Ik heb dan ook nog enkele backup opties gegeven, zoals Donald, Genie, Eeyore. Ik weet niet meer, nog waarschijnlijk nog een paar, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar wat erin zit. Hier is het. Ik heb een Magic Mailer, dus dat is de grootste. En we gaan de schaar erin zetten. Heel benieuwd. Een grote zak. En het is van The Incredibles. En hier is Toy Story. En aan de andere kant zie je de baby van The Incredibles en het lichaam van Mr. Incredible. Ja, Pixar. Eens kijken wat erin zit. Allemaal kleine zakjes. Oeh, dit is een zakje van de Happiest Celebration. Heel benieuwd. En het is iets van Donald. En het is een, ik denk een handdoek. Ja. Een handdoek van Donald. Een handdoekje, een gastdoekje van Donald. Donald Duck. Echt tof. Dat is al een leuk eerste presentje. En er zit nog iets in. Ah, een briefje van de Rescue Rangers. Hey Steven, thanks so much for supporting my business, Michael. Nou, graag gedaan, Michael. Oh, it's a Coco. Het is een sticker, denk ik, van Coco. Mooi, daar ben ik wel blij mee, ja. Tof. En ik zie hier ook. Oh ja, Baymax had ik ook gezegd. Het is een, je kan het op je kleren spelden. Het is geen pin, maar het is een soort button van Baymax. Echt heel cute. Ja, super. Daar ben ik al heel blij mee. En het zit er nog stukjes in. Er zit iets los in. Dat is een parkmap, denk ik. Parkmap van Tokyo Disneyland ook. Kimberly heeft ook al eentje van Disneyland gekregen. Maar deze ziet er iets anders uit. Zo'n Happiest Celebration. Dus daar zijn we blij mee. Ja, allemaal in het Japans, uiteraard. Kan ik totally lezen. Ja. Oeh, allemaal food. Allemaal food pictures. Handig als je het Japans niet verstaat. En de kaart van Land. Tof! Zo. Zakje haal ik al. En hier zit nog iets in. Candies van Donald, Chip en Dale. Soft candies, soda, cola, Chip, Donald Duck, Dale. Ja, ben benieuwd. Dat ga ik zeker proeven. Oh ja, het andere zakje is
chippendeelzakje met aan de achterkant de beertjes. En een Donald pen. Ook met chippendeel. Oh my god. Het is Lumière, Foofy, maar dan een tasje. Ja, kijk. Het is een tasje. Klein portemonneetje, denk ik. Ja. Ik had toch thans gezegd dat ik niet zo van de Foofy's was, maar... Ja, dat zullen we zeggen. Maar in elk geval, Michael, bedankt voor het toffe pakketje. En nog even samen, dus ik heb de Foofy portemonnee, de Donald pen, de Baymax button, de kaart van de Happy Celebration Tokyo Disney, de sticker van Coco, de snoepjes van Donald en de handdoek van Donald. Hoppie!